NEP-parlementariër Rabinder Parmisser wil van de regering weten wat de hoogte van de marktconforme brandstofprijs exact zal zijn. In een openbare vergadering vandaag hadden DNA-leden de mogelijkheid om vragen te stellen aan de regering over de actuele situatie. Na de aankondiging van de regering afgelopen maandag dat het openbaar vervoer nog gesubsidieerd zal worden, wil Parmisser ook weten wat de tijdlijn is van het gefaseerd doorvoeren van de verhoging en wat de omvang is van al deze verhogingen. De regering heeft het slechts gehad over de subsidie voor het openbaar vervoer, waaronder boot- en bustransport. Wil dit zeggen dat de productiesector niet in aanmerking komt voor deze subsidie? Immers, de productie is van eminent belang voor onze economie en vooral in deze tijd. Hoe zal de regering de smokkel van brandstof concreet aanpakken? We vernemen dat veel brandstof illegaal wordt verhandeld. Dat brengt men toch niet in een broekzak weg, voorzitter. De regering heeft met geen woord gerept over de schuld van 70 miljoen Amerikaanse dollars bij de oliemaatschappijen. Nog minder hoe zij zelf kan besparen, waardoor de druk op de subsidie afneemt. VHP-parlementariër Mahinder Kumar Jogi vindt het besluit van de regering om de subsidie op brandstof af te bouwen een wijs besluit. Tegelijkertijd roept hij de regering op om aan te geven hoeveel financiële ruimte er ontstaat wanneer de subsidies worden afgebouwd en wat de regering denkt met die middelen te doen. Ook de rechten te verhogen bij concessies uitgegeven bij houtkap. En als we dat brengen naar 100 SRD, voorzitter, per hectare, fractieleider, laat me hiermee afbouwen. Als we dat kunnen doen, betekent dat we 300 miljoen kunnen verdienen op jaarbasis. Als we de uitgegeven concessies voor mijnbouwactiviteiten, de arealen, de concessierechten ook daar verhogen met een 100 SRD per hectare, voorzitter, komen we ook in de orde van een 300 miljoen. Als we de grondconversie kunnen goedkeuren in het parlement, zoals dat is voorgesteld, voorzitter, dan kunnen we ook daar een 1,3 miljard verdienen. Het gaat om die verdiencapaciteit van die samenleving. Jogi benadrukte dat zonder geld de samenleving niet geholpen kan worden. En dat de regering in het belang van de samenleving juist moet kijken naar sectoren waar het geld gegenereerd kan worden. We komen morgen terug op deze DNA-vergadering.